zijn eind 2014 zijn we hier opengegaan. En ja, waarom? Omdat de mode-industrie een van de meest vervuilende industrieën ter wereld is. En mijn achtergrond is in vintage. Dus ik had hiervoor had ik vintage winkels. Dus altijd al bezig met hergebruik van kleding. Maar nog steeds kan je weinig nieuws kopen, maar nog steeds heel veel tweedehands in je kast hebben. En dat is natuurlijk super zonde. Dus vanuit daar was eigenlijk een beetje het idee ontstaan om kleding met elkaar te delen. Eén grote gedeelde kledingkast eigenlijk. Heel erg dat dat de toekomst is en dat het ook wel moet, want we moeten naar andere systemen en we kunnen niet op deze manier blijven consumeren en produceren, want de grondstoffen raken al op. Dus wij hopen ook heel erg ook anderen hiermee te inspireren. Ik hoop heel erg dat andere kledingmerken dit zelf gaan doen en dat we uiteindelijk gewoon een toekomst hebben waarin er in elke winkel een afdeling uitlenen is, zodat je er altijd die optie hebt om het ook te lenen als je niet wil kopen. Nou, ik vind het vooral heel handig dat ik heb bijvoorbeeld morgen een event voor mijn werk en dan wil ik iets leuks aan. En ja, dan kan ik gewoon iets leuks uitkiezen, dat weer terugbrengen. Dus het is heel flexibel en fijn om ja, elke keer wat nieuws uit te zoeken eigenlijk. Zonder dat je het meteen hoeft te kopen, want soms dan wil je iets extravagants aan. Zoals ik had net een knalroze blazer gepast. Ja, die doe ik dan bijna nooit aan, maar dan kan je die toch af en toe aandoen. Dus dat is wel heel leuk.